Hallo allemaal, welkom bij MoeWizard en vandaag zijn we weer terug met Lego Harry Potter jaren 5 tot en met 7. Dus we gaan weer lekker door. En goed, we zijn hier gebleven natuurlijk weer met de halfbloedprins. Kijk, Hazelnoot Hoofden Henk, zo vrolijk zijn hè. Hij lijkt totaal niet op Hazelnoot Hoofden Henk, maar goed joh, dit is de oude versie natuurlijk. De nieuwere versies van Lego ziet er gewoon veel beter uit natuurlijk. Maar oké, we doen het er maar gewoon lekker mee. Goed, we zijn de vorige keer geëindigd met Argolf die dood is en we hebben de geheugen van meneer Slughorn, professor Slughorn, hebben we de geheugen ding natuurlijk van gekregen van Martin Verlijn. Dus nu moeten we naar Perkamentus toe waarschijnlijk en daar de geheugen natuurlijk gaan bekijken, wat er is gebeurd al jaren geleden en heel dat gedoe en zo. Je weet het zelf wel, ja. Heel gedoe allemaal, maar... We gaan het eens even zien wat we moeten doen. Even wachten op hun. Help u. Ja, thank you. Ik druk de vierkantje in. Waarom druk ik vierkantje in? Dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed, hè? Ja, we moeten naar Perkamentus toe. Hi, Perkamentus. Weet je, het vervelende is van deze oude games is natuurlijk dat hier geen ondertiteling of wat dan ook. Het is natuurlijk echt puur voor de grappen en niet voor de voor het praten en zo. Met de nieuwe Lego Star Wars game heb je dat natuurlijk wel. Dus dan kunnen jullie nog een beetje meekijken wat er gebeurt en heel dat gedoe, wat ze zeggen en zo. En dan, ja. Ah, kijk eens aan. De boek en de ring hebben we al gedaan. Nu de locket. De Slytherin locket. Maar natuurlijk gaan we nu naar de cave toe. En dat is helemaal fout. En dan, oh jee. Natuurlijk. Goed het te zien, Perkamentus. Ik vind het grappig dat Perkamentus Wand ook de enige wand is die hier gewoon bijzonder wordt gemaakt, zeg maar. Oh, nice. Oké. Okay. Ah, we zijn Perkamentus. Sick. Verdwijnsleven. Move. Ah. Dat is hoe Harry hier naartoe komt natuurlijk. Oh, ja. Of je moet in het water springen natuurlijk. Oh joh, we kunnen ook hier helemaal naartoe. Oké, dit is een best wel ingewikkeld uitziend dingetje zo. Maar op zich moet dit wel te doen zijn, denk ik. Het ziet er allemaal een beetje bijzonder uit. Wat is dit? Oké, dat is niks. We moeten hier naartoe. Perkamentus. Oké, dit is niet hoe ik de cave herinner uit de film of hoe ik het voor me zag in de boeken en zo, maar oké, het is helemaal goed. Zal wel goed zijn. Wat moeten we hiermee doen? Oh. En dat doen we dan hier zo. Onder of zo. Ah, kijk eens aan. Top. Thank you. Dat had ik veel makkelijker kunnen doen. Al die kristallen, weg ermee. Bam, bam. Bam, bam. Nee, we hebben limons nodig. Nou, dit kan hij natuurlijk niet. Nee, hij kan dat niet. Hè. Zo zien we de kleuren niet. Hup, nee, weg ermee. We moeten Harry hebben. Groen. Geel, rood, blauw. Oké. Groen, geel, rood, blauw. Dat is easy. Dat was een hele makkelijke. Dus, nou, kijk, de kettingen. Bom. Wat moet dat doen eigenlijk? Daar komen we net vandaan. Oh, oké. Dat laat wat steentjes zien en zo. Oké. We gaan weer naar Perkamentus. Oh. Oh, dit is wel geinig. Een puzzeltje. Tadaa.
Oké. Interessant. Oké, is heel sick gedaan. Paarse munt, daar houden we van, hè? Wat kunnen we hiermee doen? Ah, schunne kristal. Oké. Ah, die moeten we verzamelen. Dat is het. Oh, dit is zoveel sicker dan de film. Hoe kan Lego toch soms voor elkaar krijgen om dingen gewoon gaver te maken dan dat ze zijn soms in de films of in de boeken, zeg maar. Dat vind ik soms hoor. Het is zoals dit, weet je. In de boeken gaan ze zelfs niet in deze details, zeg maar, hoe groot de cave en zo niet wel is. De cave is enorm, eigenlijk. Maar je ziet natuurlijk maar kleine deeltjes. Oké, blauw, geel, rood, groen. Oké, blauw, geel, rood, groen. Alright. Paars muntje. Oh, weg met die. Wat hebben we? Een bezem. Ah. Oké, rood. Oké. Oh, geel, groen. Oké. Geel, groen. Oké. Blauw, rood, geel. Oké, dat is easy. Blauw, rood, geel. Groen, geel, rood, blauw. Oh, die is naar, want dan moeten we springen naar groen. Groen, geel, rood, blauw. Nice. Doet dat hem? Ja, dat doet hem. Nice. Tuurlijk. Tuurlijk. Maak het maar weer een heel bijzonder bootje. Ah, nice. Oh, hier moeten ze echt een Lego set van maken. Van dit. Oh, volgens mij hebben ze hier nog geen Lego set van gemaakt. Dit moeten ze echt een Lego set maken. Oh, dat zou sick zijn. Oh. Oké, we gaan gewoon een beetje even al die muntjes een beetje verzamelen als eerste. Oh, dit is zo sick. Dit is zo sick. Ik krijg gewoon helemaal kriebels in mijn buik. Huh? Oké. Daar moeten we denk ik op staan. Ja, oké, wat dat. Dat haalt even. Oh, sorry. Daar ging een microfoon bijna. Oké. Oh, dit is echt heel sick. Wauw. Oké, let's go, perkamentus. Ik ben even vergeten ook hoe perkamentus doodgaat in. Oh. Oh, nee, wegwezen met die handen. Ik weet nog wel vroeger, toen ik dit voor het eerst zag, deze scène en zo, in de film, dat ik het echt doods en doodseng vond. Dat weet ik nog echt. Ik vond het zo spannend, dit gedeelte. Ik vond dit een van de engste scènes die ooit is, gewoon in het algemeen, zeg maar. Maar uiteindelijk is dit gewoon mijn favoriete film, The Half-Blood Prince. Ik vind deze scène hier gewoon in de Crystal Cave en zo, vind ik zo gaaf. Uiteindelijk ook van alle challenges, zeg maar. Gewoon even praten nu. Van alle challenges, zeg maar, met die ze moesten doen om een Horrocrux te krijgen, om een Guzzlement te krijgen. Was dit denk ik wel een van de lastigste. Als ze dit niet, als Harry, Ron en Hermeline denk ik met z'n drieën waren en dit hadden moeten doen. Ik denk dat ze dit niet hadden overleefd. Denk ik niet. Het is echt wat Perkamentus er was. Anders hadden ze denk ik dit niet overleefd. Kunnen we het daar over eens zijn? Oh, wat is dit? Oké, Perkamentus. Jij moet zuipen. Oh, die muziek alweer. Oké. Zuipen, ouwe. Zuipen, zuipen, zuipen. Oh, nee, nee. Weg, weg, weg. Weg. Ik kan niks. Ik kan niks. Wat is dit? Help! Oké. Oh, dat was eng. Oh mijn god. Oh, nee, weg! Oh.
Weg! 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 Snel, pak hem met, dus neem nog een drankje. Oh, weg! 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 Nog een drankje, nog eentje, nog eentje. Weg allemaal, weg, weg. Nog een drankje. Snel, 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 snel. Oh, nice. Oh, damn. Oh. Goed bezig, Bekkementus. Nice. Daar hebben we hem, de locket. Oh nee, Draco. F you, Draco, F you. Hi daar, Bellatrix. Nice. Spannend dit. Die hand weer. Hi daar, Draco. Nice. Oh nee, Snape. Niet doen. Nou ja, zo ging dat, hè? Tuurlijk. Nee, oh mijn god. Perkamentus. Nee. Oh mijn god, ja, tuurlijk, joh. Oké, nice. Let's go, Harry. Oh, Ginny, tuurlijk, joh. Waar kom jij nou weer vandaan, Ginny? Oh. Oh! Bellatrix! Ah! We can do this. Wat is dit dan? Waarvoor is dit handig? Waarvoor is dit handig? Waarom moeten we dit hier naartoe brengen? Oh. Oh! Oké. Okay. Oh, what the fuck? Nee, dat moet hier op. Auw. Oké. Okay. We can do this. Waarom speelt ook de Goblet of Fire muziek af? Die klopt hier niet bij. Come on, let's go. Okay, get it on, Snape, get it on. We gaan Snape vermoorden. Ah, shit. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Get it on, son of a. Alright, welke nu? Come on. Bijna, bijna verslagen. Bijna verslagen. Bring it on, Snape. Bring it on. Ah, nice. Oh, shit. Hij is de halfbloedprins. Oh, jeez.
Ah, nice. Level completed. Oké dan. Ik neem aan dat dit de laatste ding was. Oh, nice. We hebben de Triwizard. Lekker. Ah, finish story. Kijk. We hebben de half bloedprins. Nice. Oké. Even de cutscene dan maar bekijken. Oh, ja, tuurlijk. Nou, shine jullie lampjes, jongens. Hup. Once omhoog, once in de lucht. Ik heb hier de Elder One toevallig naast me. Doe hem de lucht in. Hoppatee. Netjes. R-A-B. R-A-B? Is toch... R-A-Z. Regulus, Arcturus, Zwart. Nice. Tot ziens, Felix. Ga maar op zoek naar de nieuwe Perkamentus. Nice. Dat was jaar 6 alweer. 15,7% hebben we pas. Oh mijn god. Oké, dan wordt het... Oh mijn god, wat is dit nou weer allemaal? Dit hoeven we niet te zien. Dan wordt de volgende dus... The Deathly Hallows Part 1. Goed jongens, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet even niet te liken en te abonneren. Vergeet zeker ook niet de linkjes in de beschrijving te checken. En ik zie jullie allemaal weer later.